containerschepen. De afgelopen 15 jaar zijn ze wel enorm gegroeid. In 2005 kwam hier in Rotterdam de Hapag-Lloyd Colombo Express binnen, toen met 8.500 containers. Nou, daar spraken we over, dat was een revelatie. Er werd toen aan de specialisten van de scheepvaartmaatschappijen gevraagd, hoe groot gaan die schepen nou in de toekomst worden? En de mensen toen, 15 jaar geleden dus, zeiden nou 12.000 containers, dat gaan we waarschijnlijk wel halen. Nou, die mensen kregen toen al geen gelijk, want anderhalf jaar later, in het einde van 2006, kwam de Emma Maersk-serie. Dat waren toen schepen van 400 meter in de lengte met 15.000 containers van Maersk Lines dus uit Denemarken. Nou, in de jaren daarna zijn de records vele malen gebroken en dat gebeurt vandaag ook weer. Want achter mij vaart binnen de HMM Algeciras, vernoemd naar de gelijknamige Spaanse containerhaven. En dit schip kan 23.964 containers meenemen. Containerschepen zijn eigenlijk nooit voor 100% beladen. Nou, ik heb het uit zitten rekenen. Deze is voor 82% beladen met 19.621 containers. Overigens is dat wel een wereldrecord. Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, als je een schip gaat beladen, moet je met heel veel zaken rekening houden. Zo zijn de containers niet allemaal dezelfde maat. Je hebt 20 en 40 en 45 voets containers. Wat er ook nog aan de hand is, is dat ze niet allemaal hetzelfde gewicht hebben. En ze moeten er natuurlijk ook niet allemaal bij dezelfde halte uit. Nou, als je dat nu wilt gaan uitrekenen, een laadplan wil gaan maken, is dat vrij complex. En met dit schip is er dus nog wat anders aan de hand, want de containers kunnen theoretisch 13 rijen op het dek staan. Nou, hier in Rotterdam kunnen we dat wel laden en lossen, maar in de meeste andere havens zouden ze daarvoor moeten passen. We zien ook dat dat in dit geval niet het geval is. En we hebben ooit uitgerekend dat als je 12 geladen containers op elkaar zet, de onderste als een kartonnen doos in elkaar zakt. Met andere woorden, je zou er per rij dus nog een aantal lege containers tussen moeten zetten. Ja, en dat maakt dat laadplan nog complexer. Nog een paar leuke wetenswaardigheden over dit megaschip wat hier de haven van Rotterdam de Maasvlakte binnenvaart. Mocht je er vandaag niet bij hebben kunnen zijn, op 19 juni komt de HMM Oslo nog binnen. Dat is een broertje van dit schip. En op 3 juli ontvangen we de HMM Kopenhagen. Er zijn er op dit moment 6 van gebouwd of in de bouw. Nou, de 6e heeft onze speciale aandacht, want dat is namelijk de HMM Rotterdam. Dus daar zullen we later nog aandacht aan besteden. En nog een ander interessant feit. Er staan op dit moment dus 19.621 containers aan boord. Als ik die allemaal zou vullen met mobiele telefoons, inclusief het doosje, dan passen er 1 miljard mobiele telefoons in. Dat betekent dus dat we iedere Europeaan van 2 mobiele telefoons zouden kunnen voorzien. Ja, daar kun je je bijna niks bij voorstellen. Nou, normaal gesproken zeg ik tot de volgende keer. Dat ga ik nu ook doen, maar we hebben nog hele mooie beelden gemaakt van het schip. Dus ik zou zeggen, niet uitschakelen. Kijk het uit en ik zie je terug in vlog nummer 12. Tot ziens.